Bedrijfskring Lelystad en Entrepreneurben zijn een samenwerking aangegaan om jonge ondernemers in de stad te stimuleren. En ondanks de dreigende recessie denkt de bedrijfskring dat er toch nog veel jongeren zullen kiezen voor het ondernemerschap. En dan ook nog in Lelystad blijven. En ook nog, nou dat was het eigenlijk. Ja, en dan dus ook nog eens in Lelystad. Ja. Zo shocking is dat. Nee, helemaal niet. We spreken met Dirk-Jan Verdoren van BKL. Ja, jonge ondernemers, meneer Verdoren. Waarom willen jullie die eigenlijk helpen? Ja, dat lijkt een hele logische zaak, denk ik, voor de bedrijfskring Lelystad. We zijn zelf nog een hele jonge club en willen natuurlijk ook jonge ondernemers blijvend aan ons binden. En jonge ondernemers vinden het, denk ik, leuk om van bestaande ondernemers te leren. En bestaande ondernemers willen heel graag van jonge ondernemers leren. Ja, dus, daarom willen we heel graag helpen. Ja, jullie gaan samenwerken met Entrepreneurben. Wat is dat voor club? Dat is een club die ontstaan is vanuit scholieren die een examenopdracht hebben gedaan over jonge ondernemers. En hoe die zich goed zouden kunnen ontwikkelen. En dat is gekoppeld aan Urban zelf. En dat is een groep van creatieve, dynamische ondernemers die veelal met nieuw ondernemerschap aan het werk zijn. Dingen als media, nieuwe media, video. Sociale media, digitaal, nieuwe ondernemer, zeg maar. Ja, is dat dan wat jullie nog aan kennis ontberen bij BKL? Dat je daarom samen wil werken met zo'n jonge club? Ik denk dat we dat in ieder geval niet in overvloed aan ons gebonden hebben op dit moment. Dus wat dat er gaat, zijn allerlei nieuwe initiatieven zeer welkom. Is het voor jongeren, want die kennen natuurlijk nog niet zoveel andere ondernemers en zo. Is het dan ook heel belangrijk om zo'n netwerk op te gaan bouwen? Om zo ook van die wat oudere professionals te leren? Ja, dat is ontzettend leuk om te zien. Onze jongste leden zijn 16 en combineren het ondernemerschap samen met school. En je ziet natuurlijk dat zij heel goed de weg weten te vinden op social media. Maar dat het ook van grote toegevoegde waarde is om aan te sluiten bij bestaande netwerken. En daar dus ook op andere manieren andere ondernemers te ontmoeten met wie ze misschien wel via de social media minder snel mee in contact komen. Nou, vandaag in het nieuws, ABN AMRO, maar ook de Nederlandse Bank maakte bekend dat Nederland echt wel in een diepe recessie terechtkomt. 6% daling aan economische groei. Zou het wel verstandig zijn dan om als jonge ondernemer echt daadwerkelijk wat te gaan beginnen? Want je zou ook even kunnen denken, laat ik dat maar niet doen. Ik denk dat vorige crisissen altijd hebben bewezen dat het juist van ondernemers moet komen en juist ook vanuit het MKB. En ik denk ook zeker vanuit jonge ondernemers om weer nieuwe initiatieven te ontwikkelen en dingen te proberen waarvan bestaande bedrijven misschien wel denken van dat hebben we alles geprobeerd. En dat lukt dan jonge ondernemers altijd. En die hebben natuurlijk het geweldig grote voordeel dat ze zich niet hoeven bezig te houden met wat het was. Maar dat ze zich vooral kunnen bezighouden met wat de toekomst moet gaan brengen. En daar hebben ze denk ik alle kansen in om zich daarin goed te ontwikkelen. Is dat eigenlijk hoe een crisis doorgaans werkt? Dat dan sommige gevestigde namen en ondernemers helaas omvallen, maar dat daardoor juist weer ruimte is voor jong talent? Ik denk dat naarmate je vasthoudt aan je bestaande ideeën, je een grote risico loopt om de crisis niet goed door te komen. En als je jong bent en je moet van nul beginnen, dan heeft dat natuurlijk gewoon het geweldige voordeel dat je alleen maar aan het vooruit kijken bent. En dat je je vooral aan het organiseren bent en aan het concentreren bent op de groei. En flexibiliteit is gewoon heel belangrijk, hè, volgens mij. Nu bent u van de bedrijfskring in Lelystad. Hoe gaat het eigenlijk in de stad? Hoe hard slaat de crisis toe? Dat is natuurlijk heel wisselend. Gelukkig zien we een aantal bedrijven die ook aan het groeien zijn. Maar een heleboel bedrijven hebben er natuurlijk last van. En er zijn natuurlijk ook bedrijven die er verschrikkelijk veel last van hebben. En dat zijn natuurlijk vooral de bedrijven die, laten we zeggen, aan de achterkant van de dienstverlening zitten. Dus die het heel goed doen op het moment dat we een prachtige economie hebben. Maar die nu grote klappen krijgen, zoals we dat zien bij horeca en toerisme.
Maar ook natuurlijk wel bij bedrijven als in de marketing en de trainingsbedrijven, noem maar op. Ja, dat zijn bedrijven die nu aan de achterkant zitten. Ja, altijd zo rond de jaarwisseling wordt er altijd zo'n bedrijf van het jaar gekozen. Het is vaak altijd een hele grote bijeenkomst van allerlei bedrijven. Hoeveel denkt u nou dat er nog kan komen tegen die tijd? Stel je voor dat het allemaal weer open gaat, hè? Maar zijn er dan nog genoeg bedrijven over om iets te kiezen? Ja, ik denk dat natuurlijk gewoon het merendeel van onze leden dit zeker gaat overleven. Ook een beetje afhankelijk van hoe verstandig met elkaar om blijven gaan. Ik denk dat juist onze regionale economie enorme kansen biedt om bij elkaar ook in te kopen en op deze manier te werken aan het afvlakken van de crisis. Nadat we de flattening van de curve hebben gehad bij de corona, moeten we dat natuurlijk nu met de crisis gaan doen. Iedereen weet dat het eraan komt. Dus als we als gezamenlijke Lelystad en Flevolandse bedrijven en als regionale overheden en gemeentelijke overheden in blijven kopen bij onze eigen ondernemers en daar de mooie bedrijven uit weten te pikken, ja, dan blijven er straks nog een heleboel mooie bedrijven bestaan. Ja, duidelijke boodschap dus. Koop lokaal in eigenlijk, hè? Regionaal in is absoluut, uw boodschap. Absoluut. Ja. En helpen elkaar dus ook met kennis. Hè? Ja. Dirk-Jan Verdoren, voorzitter van de bedrijfskring Lelystad. Dank u wel.